Ja, Milan, ik kan me voorstellen dat jij al 2 weken lang met een glimlach op je gezicht loopt. Ja, dat is natuurlijk een supermooie ervaring. En ja, ik ontwikkel me goed en het is natuurlijk supermooi in de voorbereiding al om dit mee te maken. Ja, dat is supermooi. Ja, want hoe ontwikkel je je dan? Ja, in de jeugd heb ik natuurlijk al 8 jaar bij de Graafschap gespeeld. En ja, stap voor stap gaat het allemaal heel goed. En dan, nu mag ik van onder 19 gelijk naar het eerste meedoen. Dus dat is supermooi. Ja. En dan is dat al een kleine jongensdroom? Ja, zeker, zeker. Als ik nu met bijvoorbeeld Ted van der Paven in dat soort gasten nu mag spelen, is supermooi natuurlijk. Ja, want dat waren jouw voorbeelden, denk ik, hè? Ted van der Paven bijvoorbeeld. Ja, dat zijn altijd mijn voorbeelden geweest. Wel, toen ik altijd een kleine jongen was, was ik al in het stadion. En ik dacht van, waar Ted van der Paven komt te staan, dan moet ik ook gewoon bij je komen staan. Ja. Dat is natuurlijk echt een droom geweest. Ja. Wat ben je voor voetballer? Ik ben een voetballer die veel strijd levert. Altijd wil winnen en hard voor het team werkt. En natuurlijk ook gewoon voetballend ook mijn ding kan doen. En gewoon heel veel strijd levert en duels wint. Heb je eigenlijk wel in de gaten hoe uniek het is? 16 jaar en dan bij het eerste elftal de eerste 2 weken er nu bij. Spelen ook. Ja, supermooi. Ik hoor het altijd vaak van vrienden en ouders en zo. Die zijn super trots op mij. En ja, het is natuurlijk supermooi dat ik om zo'n jonge leeftijd al gelijk kan aansluiten bij het eerste. Dat is natuurlijk top. Je gaat nog horen of je ook de komende voorbereidingen er nu bij mag blijven. Heb je een beetje het gevoel dat je een serieuze kans hebt ook? Ja, ik heb het gevoel dat ik wel goed train en goede wedstrijden speel. En ja, het is natuurlijk aan de trainer en de staf om te beslissen. Maar ik hoop zeker dat ik zo blijf en zou ik de concurrentiestrijd aangaan. Nou, heb je de afgelopen 2 weken al een keer gedacht aan jouw debuut wellicht op de Vijverberg? Ja, natuurlijk dromen we er altijd wel van. Maar ja, het is natuurlijk altijd maar afwachten. Maar ik zou er wel hard voor werken. En dan hoop ik dat het dit jaar misschien wel uit kan komen, ja. Volgens mij ben je ook wel een leider, of niet? Ja, ik ben altijd wel in het veld veel van de coaching en wil altijd wel met volop de strijd opgaan. Dus dat zit wel in me, ja. En echt Achterhoeken? Ja, zeker. Uit Zeenderen, dus ja, dat is uit de buurt. En altijd de Graafschap wel hard geweest. Dat is altijd in mijn hart geweest, ja.